Het is wel, denk ik, een van de allerkleinste adventskalenders. Ik vind dit vakje vind ik echt fantastisch. Maar ik vind deze echt 10 keer beter. Helemaal en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe adventskalender unboxing. Het is vandaag eindelijk weer tijd voor een nieuwe adventskalender. En het is deze keer tijd voor een sieraden adventskalender. Onder de afgelopen paar video's kreeg ik best wel vaak comments over: wil je alsjeblieft de Finaste adventskalender unboxen? En ik kreeg zelf ook iedere keer weer advertenties te zien op social media over deze adventskalender. En iedere keer werd ik weer nieuwsgieriger en nieuwsgieriger naar de inhoud. Maar vandaag is het dus tijd voor de unboxing van de Finaste adventskalender. Ik hoop dat ik uiteindelijk een keer goed uitspreken, want volgens mij heb ik het iedere keer weer verkeerd uitgesproken. Maar als het goed is, is het Finaste en staat het in het Zweeds voor de mooiste. Ik vind dat wel heel erg leuk als een merknaam een soort van tweede betekenis heeft. Maar het is dus tijd voor de unboxing. Ik heb de adventskalender dus zo binnengekregen, dus ik ga hem even openmaken. En zo ziet hij er dan uit. Het ziet er wel echt super feestelijk uit, zo met het goud. Echt heel erg mooi ingepakt. Het is wel, denk ik, een van de allerkleinste adventskalenders. Maar sieraden hoeven op zich ook niet groot te zijn natuurlijk. Dus ik ga deze nog uitpakken en dan ben ik benieuwd wat we gaan zien. En hier hebben we dan echt de adventskalender. Als ik zo de deksel open doe, dan zien we als het goed is alle vakjes. Ik heb deze adventskalender trouwens opgestuurd gekregen van Finaste. Maar natuurlijk zal ik altijd eerlijk blijven over de inhoud. Mocht je trouwens nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het echt heel erg waarderen als je dat zou willen doen. Dat kan op de rode button die je hier onder de video ziet. En ik ga nu maar gewoon de deksel van de adventskalender afhalen. En dan zien we hier dus alle vakjes. Zo ziet het er gelijk al wel een stuk feestelijker uit. De adventskalender is echt best wel klein, zoals je kan zien. Maar sieraden zijn ook best wel klein. En ik vind zelf ook wel bij de duurdere adventskalenders, ze zien er echt prachtig uit. Maar je moet niet vergeten dat je indirect ook betaalt voor de verpakking. Dus hoe mooi de verpakking ook maar kan zijn, het gaat natuurlijk uiteindelijk om de inhoud. En ik ben zo benieuwd wat hierin gaat zitten. De adventskalender bevat, zoals je ziet, niet 24 vakjes, maar bevat 10 vakjes. De adventskalender die kost €49,95 en is verkrijgbaar in een zilveren en een gouden variant. En uiteraard heb ik voor de zilveren gekozen. En we gaan maar gewoon lekker beginnen met het allereerste vakje. Dat is namelijk dit vakje. Het is ook gelijk een mooi doosje. Dus een mooi doosje om het eventueel in op te bergen. Ik zie uiteraard een sieraad, want het is een sieraden adventskalender. Maar ik ben er nog niet helemaal achter of dit nou een armbandje of een ketting is. Maar zo te zien aan de lengte is het een armbandje. Heel schattig, subtiel armbandje met een hartje met een steentje erin. En hier zien we dus het armbandje. Echt wel een heel erg schattig, subtiel armbandje. Deze komt trouwens ook van Finaste. Die heb ik ooit een keer laten personaliseren met mijn initialen erin. Ik vind hem zelf eigenlijk best wel heel erg leuk. Het is een heel erg mooi, subtiel armbandje, maar ook weer niet te subtiel. Omdat er nog wel een soort van steentje in zit, wat het een beetje extra maakt. We gaan in ieder geval verder met vakje nummer 2. En je kan er verder niks aan horen of zien of zo. Dus geen idee of het misschien een ring of oorbellen of een ketting of zo gaat zijn. Maar als ik dit zo zie, is het zo te zien een ring. Het is een verstelbare ring. Ik ga trouwens even mijn eigen ringen dan even afdoen. En dat is dus deze ring. Ik vind deze er ook echt wel heel erg leuk uitzien. Het is een soort van dubbele ring met een soort van wave effect of zo. Het ziet er wel heel erg mooi en bijzonder uit eigenlijk. Voor vakje nummer 3 hebben we een zakje. En in dit zakje, hierin zit zo te zien, ik denk dat dit weer een armbandje is. Het is een armbandje met deels diamantjes en deels een soort van ketting effect. En ik vind dit armbandje er ook echt wel weer heel erg leuk uitzien. De diamantjes maken het wel heel erg feestelijk. Maar het half-half effect, dat je eigenlijk een soort van twee armbandjes in één hebt, dat maakt het wel weer heel erg uniek. En het is wel heel erg subtiel natuurlijk, maar wel op een hele unieke manier. En dat vind ik dus echt heel erg leuk. Voor het volgende vakje hebben we hier vakje nummer 4. En dan ben ik heel erg benieuwd wat hierin zit. Zo te zien zijn het oorbelletjes. Dit zijn wel weer echt hele subtiele oorbelletjes. Het zijn knopjes, diamanten, knopjes. Ik vind zulke soort knopjes altijd wel heel fijn. Ik draag het eigenlijk altijd, behalve nu, zul je net zien. Maar ik heb dan 3 gaatjes aan beide kanten. Ik heb aan beide kanten ook verschillende oorbellen. En eigenlijk was altijd mijn laatste gaatje was een diamantje. En ik zit er nu ook aan te twijfelen om een 4e gaatje erbij te nemen. Maar ik vind zulke soort diamantjes er altijd heel erg leuk uitzien. Ik ben er zelf eigenlijk best wel blij mee, omdat ik dus zulke soort oorbellen echt heel erg vaak draag. En het komt gewoon altijd van pas om hiervan een setje te hebben liggen. Ik vind het er ook echt wel heel erg mooi uitzien. Maar dit is wel echt het eerste vakje waarvan ik denk, het is wel echt heel subtiel en
niet zo spannend, zeg maar. Het is het eerste vakje waarvan ik denk, misschien een beetje saai of zo, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan beoordeel ik in dit geval een beetje de adventskalender in het algemeen en een beetje de adventskalender voor jullie, zeg maar. Want zelf ga ik die oorbellen sowieso gebruiken. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen het een heel erg leuk vakje vindt. We gaan in ieder geval verder met vakje nummer 5. En dit klinkt een beetje als een soort ketting of zo. En daar hebben we hem. We gaan zien of het een ketting is of een armbandje. Maar als ik het zo zie, is het best wel lang. Dus dit is zo te zien een ketting. Het is een ketting met, ik wou zeggen een klavertje 4, maar dat is het niet. Ik weet alleen niet hoe je dit symbool eigenlijk benoemt. En hier zie je de ketting nog eens goed. En wat wel heel erg bijzonder is, is dat je een soort van paramour effect in het midden ziet. Ik ga deze ook even omdoen, zodat jullie het effect een beetje goed kunnen zien van de ketting en hoe lang die valt. Ik vind hem eigenlijk best wel leuk. En ik denk ook dat hij weer heel erg leuk is te combineren met andere kettingen. Bijvoorbeeld met de ketting die ik nu om heb. Ja, ik vind het wel gelijk een heel erg leuk vakje. We hebben nog een paar vakjes te gaan. En de volgende is natuurlijk vakje nummer 6. En hierin zitten zo te zien, ik denk weer oorbellen. En deze vind ik wel echt heel tof. Ik ga dus even mijn eigen oorbel, de eerste oorbel, ga ik even uitdoen. En dan ga ik deze even indoen. Ik vind deze dus echt weer ja, een soort van dat unieke effect geven. Het is heel erg leuk feestelijk met die diamantjes. Maar het is gewoon heel speels en uniek wat je niet overal bij ieder merk zeg maar ziet. Ik ga ook even mijn tweede oorbel eruit halen omdat ik bang ben dat het wat te veel afleidt. Ik vind deze oorbellen echt fantastisch. Ik ga dit sowieso dragen met kerst of oud en nieuw of wat dan ook. Ik hou dus wel een beetje van dat feestelijke effect. Dus dat je net even wat andere sieraden in hebt met kerst of oud en nieuw. Dan dat je op dagelijkse basis in hebt. Maar zoals jullie weten, ik hou wel heel erg van het subtiele. Dus een beetje dat feestelijke en subtiele opzoeken is soms gewoon best wel lastig. Maar op deze manier vind ik het echt heel leuk. Omdat je dus wel ja, die diamantjes van het feestelijke hebt. Maar het is toch wel weer ja, heel subtiel eigenlijk. Het is niet gelijk heel groot of zo in je oren. Dus dit is wat mij betreft echt perfect. Ja, ik vind dit echt helemaal leuk. We gaan verder met vakje nummer 7. Deze voelt heel licht. Oh ja, dit vind ik dan wel het eerste echte ja, teleurstellende vakje. Hij voelde alweer heel licht en het is jammer genoeg een haarelastiekje. Dat vind ik wel echt een beetje jammer. Ik kan me wel voorstellen voor 50 euro, dat is best wel goedkoop voor een adventskalender met 10 vakjes. Dus je betaalt eigenlijk 5 euro per vakje. Kan ik me echt voorstellen dat je niet in ieder vakje sieraad kan krijgen. Ik zit trouwens ineens te denken, volgens mij is het geen haarelastiekje, maar wel een soort armbandje, omdat je hem wel kan verstellen. Dit is voor mij het eerste vakje wat ik zelf niet helemaal leuk vind, dus ik hoop dat dit ja, het enige minder leuke item is. We hebben hier vakje nummer 8. In vakje nummer 8 zit zo te zien een ketting. Een ketting met allemaal kleine soort van bolletjes, met allemaal kleurtjes. Wel echt hele kerstige kleurtjes, rood, groen en ook een beetje zwart. Maar ik wil natuurlijk wel heel eerlijk met jullie blijven. Dit is niet helemaal mijn kleurcombinatie. Maar ja, dat kan je natuurlijk gewoon soms hebben met adventskalenders. Ik zal hem wel eventjes omdoen, zodat jullie ook weer een beetje de lengte kunnen zien. We gaan nu in ieder geval verder met vakje nummer 9. Het één na laatste vakje. En hierin zit een ring. Oh, deze vind ik echt heel leuk. Als je mijn weekvlog hebt gezien, dan heb je gezien dat ik naar de My Jewelry Sample Sale ben geweest. Dat hij wel jammer genoeg wat tegenviel. Maar dat ik wel een hele leuke ring had gekocht. En die lijkt hier echt sprekend op. Dus dit is helemaal mijn stijl. Heel erg mooi met een diamantje en een soort van swirl effect. Ik vind dit vakje vind ik echt fantastisch. Ik vind dit zo'n mooie ring. Het is wel een hele mooie subtiele ring. Maar toch wel heel erg speciaal door dat gedraaide effect. En door dat diamantje wat erop zit. Ja, dit is gewoon echt helemaal mijn smaak. En ik vind dit echt fantastisch. Dit zijn voor mij typisch de sieraden waar ik gewoon heel erg voor hoopte voor deze adventskalender. Dus ik ben zo blij dat het erin zit. Het is nu in ieder geval tijd voor het allerlaatste vakje. Deze adventskalender bevat dus 10 vakjes. Laatste vakje moet naar mijn idee altijd het leukste vakje zijn. En wat je hier ook al ziet is dat die extra mooi is ingepakt in vergelijking met de andere. Ik heb eigenlijk echt geen idee wat ik hiervan kan gaan verwachten. Ik gok misschien toch een beetje op oorbellen of zo. En het zijn inderdaad ook oorbellen. Twee wat grotere, wat grovere ringen. Ik ga ze nu eventjes niet indoen, maar ik ga ze gewoon even naast houden. Zo kun je een beetje zien hoe groot ze uitvallen. Ja, wat vind ik uiteindelijk van de kalender? Ik moet wel zeggen, er zijn een paar wisselende vakjes geweest. Er zijn twee vakjes geweest die ik eigenlijk echt niet zo heel erg leuk vond. Maar de rest van alle vakjes vind ik echt super leuk. En dan met name de ring en deze oorbellen. Ik heb voor dit jaar natuurlijk één andere sieraden adventskalender uitgepakt. Dat was die van My Jewelry. En hoewel die dit jaar wel beter was dan voorgaande jaren,
viel die nog steeds eigenlijk best wel tegen. En ik ben dan toch een beetje geneigd door deze adventskalender met die van mijn jewelry te vergelijken. Die van mijn jewelry was ook 20 euro duurder dan deze. Maar ik vind deze echt 10 keer beter. Dus al met al vind ik het zelf echt een hele leuke kalender. Omdat je dus maar 50 euro betaalt. En je krijgt er wel gewoon 10 sieraden voor terug. En het zijn wel echt 10 volwaardige sieraden naar mijn idee. Dus ik vind het echt wel een hele leuke kalender. Ik ben uiteraard heel erg benieuwd wat jij van deze kalender vindt. Als je de kalender wil shoppen, staat natuurlijk het shoplinkje hier beneden in de beschrijving. Laat vooral een comment achter met jouw mening. Vind ik altijd super leuk om te lezen. En dan zie ik je heel graag weer bij de volgende video. Doei doei!